We proberen er een beetje wijzer uit te raken waarom mensen pesten, want in België ligt het pestgedrag nogal heel hoog. Hoe kan dat nu eigenlijk dat dat gebeurt? We zijn er zo snel bij om anderen te veroordelen, maar toch moeten er dan toch ook heel veel mensen zijn die dat vroeger hebben gedaan. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Daar proberen we samen achter te komen. Ik heb hier ondertussen Arnoud van der Meijeren aan de lijn. Dag Arnoud. Goedenavond, dag Carolien. Nee, je werd vroeger zelf zwaar gepest, hè? Heeft dat lang geduurd? Dat heeft ook wel een aantal jaren geduurd. Ja. Ik ben, ik denk, naar een viertal verschillende scholen geweest en steeds weggepest geweest ook. Wauw, dat is heftig. Dus dat gaat echt over jaren. Ja, toch wel. Ja. Dat heeft er heel zwaar op ingehakt, hè? Want in je latere leven heb je daar dan toch heel wat last van gehad. Of nog steeds? Nee, op dit moment zeker niet meer. Maar vroeger wel. Het is ook zo dat ik zelf een aantal zelfmoordpogingen heb proberen doen omwille van het pestgedrag. Ja. Ja, zo traumatisch kan dat zijn natuurlijk, hè? Ja, zeker. Het kan echt mensenlevens kapot maken. Mm-hmm. Nu, je hebt wel een cursus gevolgd om te begrijpen waarom die pesters dat deden. Ook om jezelf natuurlijk te helen in de eerste plaats. Maar een van die onderdelen was om te begrijpen waarom iemand dat heeft gedaan. Wat heb je daaruit geleerd? Ja, wat het zo, die cursus was eigenlijk rond vergeving. En een van de thema's die naar boven kwamen uiteraard waren het vergeven van de pesters. En wat ik daaruit geleerd heb, is dat ik echt moest leren kijken waarom een pester pest. Daar moest gaan onderzoek naar gaan doen. En wat ik te weten ben gekomen is dat de meeste pesters, 9 op de 10, die pesten uit pijn. Dus vele van die pesters hebben heel wat meegemaakt in hun leven. Waardoor dat ze aandacht zoeken op een andere manier. En zijnde in het pesten, wat dat absoluut niet de juiste manier is. Maar het is wel een manier hoe zij dan aandacht krijgen. Ja, en dan krijgen ze een hele groep meegetrokken in die dynamiek? Of hoe werkt dat dan precies? Ja, want meestal is er een hoofdpester aanwezig, hè, en die sleurt dan andere kinderen of jongeren mee, of zelf volwassenen, want er wordt ook gepest in bedrijven, laten we dat niet vergeten. Absoluut. En dan in veel gevallen is het ook zo dat de mensen die meepesten zelf bang zijn om gepest te worden en daardoor ook meegaan. Mm-hmm. Wow. Dus uiteindelijk ook uit een soort kwetsbaarheid. En hielp dat voor jou om dat dan te kunnen loslaten of om dat dan plaats te geven? Absoluut. Het heeft mij echt geholpen om toch die pesters te vergeven, om het inderdaad eerst en vooral in de eerste plaats een plaats te kunnen geven door de reden te zien waarom dat gebeurd is, waarom die mensen gepest hebben. Mm-hmm. En daarnaast hielp het om het te vergeven. Ik probeer het altijd te vergelijken met een litteken op je hand als je een wonde hebt. Eigenlijk is een litteken is ook een wonde, net zoals dat je in je hart een wonde hebt, pijn enzovoort. Ja. En als je die dan uitkuist, dan wordt dat een litteken. En een litteken, dat is in feite dat de pijn is weg, maar de herinnering blijft. En dat is exact wat er ook gebeurd is. Die pijn is weg, dankzij dat vergevingsproces. Oké, dat is wel knap, hè? Dat is een hele moeilijke, denk ik, cursus die je gevolgd hebt. Het is niet makkelijk om daar actief en bewust mee bezig te zijn. Maar ik vind het wel heel knap dat je dat hebt gedaan. Heb je trouwens de pesters ook geconfronteerd daarmee? Of is dat een stap te ver voor jou? Goh, wat moesten ze nu luisteren bij deze? Ik heb jullie absoluut vergeven. Ik heb die niet specifiek gaan opzoeken. Dat niet specifiek, nee. Nee. Oké. Okay. Ze moeten niet bang zijn. Want ik vraag me wel af hoe volwassenen er daarna op terugkijken. Ik heb al vaak gehoord dat mensen zich te pletter schamen als ze dan ouder worden. Hè, die hersentjes raken een beetje meer volwassen. Die empathie komt wat meer terug. Hoe ze daar dan op terugkijken. Misschien ben je zelf op dit moment aan het luisteren en heb je het zelf gedaan vroeger. En wil je erover praten? Wil je er iets over kwijt? Want je was natuurlijk ook een kind. Oké, je mag reageren via de Radio 2-app. En Arnoud, dank je wel voor deze getuigenis. Ik heb ook gehoord dat je de organisatie overpesten.be hebt opgericht. Dat klopt. Het is misschien ook interessant dat ik ook een ex-pester heb geïnterviewd en die persoon opnieuw heeft gepest omwille van pijn en een heel moeilijke thuissituatie. Ja, maar ik merkte ook dat heel veel
experts het moeilijk hebben om daar vooruit te komen. Uh-huh. Dus bij deze echt een oproep. Het is echt fantastisch als jullie luisteraars, als er iemand tussen zit die daarover wil vertellen. Dat is echt geweldig. Doet dat, want je helpt enorm veel mensen. Inderdaad, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Dankjewel Arnoud voor je getuigenis. Trouwens, ga eens even kijken naar overpesten.be, want jullie proberen via workshops en schooltheater het pesten op school aan te pakken. En dat is absoluut een heel mooi initiatief. Arnoud, het beste in je leven en we zijn blij dat je er bent. Echt, we zijn blij dat je er nog bent. Salut, man. Bedankt, ik ook. Ja. Salut, succes.